Soms vraagt een zaak om snelle aandacht bij Bureau Brabant. Dit is er zo een. Het is een kleine 2 weken geleden gebeurd hier in Veldhoven aan de Zandoerle. Het gaat om autodiefstal. En het bijzondere is, de autodieven staan goed in beeld. Dit zijn die beelden, gemaakt op woensdag 27 november. Het is bijna 1:30 s'nachts als deze man in beeld loopt. Hij draagt 2 tasjes met waarschijnlijk de nodige techniek om een auto te kunnen stelen. Want dat het plan is, dat wordt snel duidelijk. Eerst loopt hij even rond de auto en dan gaat hij weer weg. Een uur later komt hij weer terug met een tweede man. Dan duurt het niet lang voordat ze de portieren openklikken en rechts in beeld is te zien dat ze instappen. Binnen een paar tellen is de auto gestart en weg zijn ze. Nou, kijk nog eens goed naar de mannen op deze beelden. Natuurlijk hopen we dat er mensen zijn die de mannen op de beelden herkennen. Maar misschien zijn er ook mensen die zich nog iets weten te herinneren van die nacht. Die iets gezien hebben of iets gehoord. Want het was geen kleine auto die ze hebben meegenomen. Het gaat om een soortgelijke Toyota Land Cruiser. Een zwarte terreinwagen met het kenteken 20 PDF 9. En natuurlijk doen we een beroep op iedereen die misschien weet waar die auto is gebleven om dat aan ons door te geven. Neem dan contact op en doe dat ook als u een vermoeden heeft over wie er nu in rijdt. Heeft u iets gezien, misschien die nacht wel, of heeft u de auto later nog ergens zien rijden, bel dan. Het zijn weer donkere dagen en nog niet zo lang geleden hebben we uitgebreid stilgestaan bij het donkere dagenoffensief, waarbij we extra alert zijn en extra veel surveilleren en controleren. Maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we absoluut uw hulp bij nodig. Let dus goed op en schroom niet om te bellen als u iets niet vertrouwt. Heeft u een vermoeden wie de 2 mannen op deze beelden kunnen zijn? Weet u waar de zwarte Toyota Land Cruiser is gebleven? Of heeft u de auto tussen woensdag 27 november en nu ergens zien rijden? Geef dat dan door via de tiplijn op 0800 60 70. Zegt u toch liever niet uw naam, maar wilt u wel iets doorgeven? Dan kan dat via 0800 7000. Op onze website kunt u alle beelden nog eens bekijken.